Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Unewijk Zuilen. Vandaag in de uitzending de opening van de buurtwerkkamer. Wij waren daarbij aanwezig. Waarom kunnen wij jou vragen wat hier vandaag gebeurt? Nou, waarom kunnen jij? Ik ben teamcoördinator hier in buurtwerkkamer De Verbinding in Zuilen. En ik ben onderdeel van buurtwerkkamer Coöperatie, Gert Dijkstra. En wat mijn rol is als coördinator om op laagdrempelige manier mensen te verbinden en bewoners die hier activiteiten willen uitvoeren, hun de ruimte te geven. Dat zij hun activiteiten voor en door in de wijk uitvoeren. En zoals je ziet, het is een grote opkomst. Zeker. En ja, het is super. Laagdrempelig. We gaan huiswerkbegeleiding aanbieden, taalkursussen. Vanaf voor aanstaande donderdag begint dan een bewoonster met yogales. Dus er is zoveel op te noemen. Echt superleuk. Dus vandaag officieel geopend. Waarom bent u hier vandaag? Nou, ik heb gemerkt dat, want Zuilen is een mooie buurt, maar niet echt, ik bedoel qua financieel niet echt een rijke buurt. Maar iedereen wil bijvoorbeeld een kunststof thuis. Bijvoorbeeld een schilderij hangen, maar zelfgemaakte schilderij. En voor vele mensen is die kunst onbreekbaar. Ze denken dat het of duur is of ze kunnen niks doen. Ik denk zelf dat iedereen heeft talent om iets te doen. En ik heb gedacht, waarom gaan wij dat niet samen doen met mensen die durven nooit iets te tekenen. Dan gaan wij iets tekenen. Bijvoorbeeld iemand wil een noodhulpspoel weggooien, die past niet bij het interieur, wat dan ook. Dan gaan wij opnieuw verven. En op die manier wilde ik eigenlijk een bijdrage leveren aan de buurt. Dat kunst is voor iedereen. En iedereen heeft talent om iets creatief te doen. Dat was mijn doel en de plek was enorm leuk. Waarom bent u hier vandaag? Wij proberen die kinderen die hangen op straat moeten proberen trekken naar ons binnen, naar ons gemeenschap in samenleven. Wij hebben in die plan gaan één dag per maand moeten alle die plastic en papier op straat gaat opruimen. Wij hebben één keer in de maand moet gaan alle die bewoners uitnodigen. Gaan bijeenkomsten op tafel gaan zetten. Vraag iedereen wat hebt u, wat van klachten u hebt of wat van last u hebt. Wij doen heel meer voor die. En wij ook een dag in de maand moeten voor die oudere mensen. En waarom vindt de gemeente dat belangrijk? Nou, omdat mensen in contact brengen met elkaar. Mensen die eventueel eenzaam zijn, die thuis zitten. Die hebben nu een gelegenheid om eigenlijk heel laagdrempelig, soms een beetje een hekel aan het woord, maar laagdrempelig bij anderen binnen te kunnen lopen. Mensen te ontmoeten voor gewoon een gesprekje, maar ook gewoon een beetje hulp als ze vastlopen. Waarom ben jij hier vanmiddag? Ja, wij hebben hier samen zeg maar 2 jaar gezeten met Buren voor Buren Nederland. En wij hebben hier in de weggeefwinkel gehad. Wij moesten toen van Mitros moesten wij eruit. En toen hebben we wel een concept proberen samen met een buurtnetwerkkamer proberen te krijgen. Alleen ja, ons is het niet meegelukt en hun is het wel gelukt. En wij gunnen gewoon echt als Buren voor Buren Nederland, gunnen wij hun echt gewoon deze stap. Nu ook, heel veel oude mensen, de oude herinneringen, de plafond van ons leg zit er nog in. De ramen, dus het is wel even de kriebels die over je heen gaat, waar je eigenlijk hier 2 jaar lang hebt verbouwd en proberen te krijgen. En het is gewoon echt, heel veel dingen zie je gewoon terug, zoals de balie, daar staat er nog. Dus ik vind het gewoon, ik gun het echt voor alle buurtbewoners hier in Zuilen om hier gewoon heen te gaan. Zoals er nou mensen zeggen, nou ik heb wel een talent, ja. Daar wil ik wel andere bewoners mee helpen, kan dat dan ook? Ja, dus bewoners uit Zuilen kunnen hun eigen talenten en met een in een vorm van een activiteit hier starten. En zijn er dan ook kosten aan verbonden? Nee, dus de buurtwerkkamer die heeft alle activiteiten zijn gratis. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mensen kunnen ook hier niet verdienen. Dus in de zin van je activiteit doe je ook vrijwillig en gratis.
En het is ook een leerwerklocatie, dus stagiaires kunnen hier hun stages van opleiding sociaal maatschappelijk werk of een andere vorm van sociaal werk, kunnen ze hier stage lopen. Dus. Maar ook mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, die kunnen hier ontdekken wat ze leuk vinden en mogelijk doorgroeien naar een betaalde job. En verder, Bakkie Saulie bij Kees Bijns. Super fijn dat ik even een bakje koffie van je krijg. Nou, je bent welkom. Jullie zitten hier dus echt best wel gezellig in Zuilen. Hoe lang wonen jullie hier al? Ik ben op mijn tiende in Zuilen komen wonen, in het Ondiep. En hier wonen we nu dus, even kijken, mijn zoon wordt 23 en mijn zoon was 6 toen we hier kwamen wonen. En we zijn hier komen wonen op voor het plein. Want we woonden in een straatje, er reed altijd verkeer en hij stak veel over. Hij was altijd aan het voetballen, dus dat was gewoon gevaarlijk. En toen kwam dit huis te koop te staan en dat vonden we wel een mooi huis. Welk plein is dit? Dit is het Grootmeesterplein, in Schaakwijk. Schaakwijk, is dat niet Zuilen? Dat is in Zuilen, ja. In Schaakwijk is Max Euwe, hè? Dat is Schaakgrootmeester. Nou, dit is wel echt de beste plek van heel Zuilen. Ja, dat hoop ik. Maar je hebt het hier wel zien veranderen dan? Ik heb het zien veranderen, ja. Hier stonden vroeger allemaal flats en er zaten drugsmensen in en allerlei andere mensen. En nu is het echt te gek hier? Ik woon hier te gek, ja. Je hebt een hele gave bar en die farao, maar heb je nog meer? Waar ik zelf heel trots op ben, hangt hier aan de muur. Het is een 3D van Utrecht. Met de dom en de gracht en dat vind ik zelf heel mooi. Je hebt hier echt een prachtig memorial gemaakt. Dat is van mijn hond die twee maanden geleden is overleden door een bot die ik in een winkel gekocht heb samen met mijn vrouw. En hij heeft een maagperforatie gehad. En die is na een week heel veel leed overleden en daar hebben we nog steeds een beetje last van. Het is niet anders, maar het doet pijn. Want het was een hele lieve hond en een goede hond en is maar 7 jaar geworden. Ach joh, was super zielig. Chuck. Chuck, ja. Ja. Amerikaanse bulldog, 65 kilo. Helemaal zelf getraind? Mijn zoon en mijn vrouw. Oh, echt een geinig beestie. Ja, het was een goede hond, lieve hond. Maar dit zijn wel, als ik op straat loop en ik kom zo'n hond tekenen, dan vind ik dat best wel een spannend exemplaar. Iedereen was een beetje bang voor hem, ja. Het is een pootafdruk met haren van hem. Echt waar? Ja, die mag je wel opmaken. Wat een mega voet, zeg. En die nagels? Ja, dat is een voorpoot. Dat is een afdruk die hebben we speciaal, want hij heeft ook opgebaard gelegen. Ik had hem wel graag voorbij zien rennen. Nou, je had niet naar binnen gekomen, denk ik. Nee? Nee, je had geschrokken. Wat was hij op me gewoon gesprongen? Nou, nee, hij had niet gesprongen, maar hij had naar de deur komen lopen. En dan had hij dan schrik je. Het was altijd wel fijn als de collectanten of coöperateurs aan de deur komen. Dan liet ik de binnendeur open en dan deed ik de deur open. En dan stond hij in de deur en dan liepen ze gelijk weg. Ja, dat geloof ik wel, ja. Waar gaan we dadelijk bij op de koffie? Nou, dan zou ik de Prinses Beatrixstraat doen. Want daar zit ook gelijk een clubhuis in. Dat is een oude school. En dat is wel een heel mooi gebouw, vind ik zelf. En dat is ook de Beatrixstraat. En je hebt daar ook een restaurant zitten. En daar kan je echt hele leuke dingen filmen en doen. Dat is, vind ik, een heel mooi stuk Utrecht ook. Verder een straatvraag over die twee Armeense kindjes, Lily en Hoek, dat zij hier mogen blijven en wat de bewoners ervan vinden. Mevrouw, wat vindt u ervan dat die twee Armeense kindjes hier mogen blijven in Nederland? Nou, vind ik een schande. Vind ik gewoon een schande. Waarom? Ja, omdat er nog 400 kinderen hier zijn en die moeten misschien toch terug naar haar eigen land. Dat vind ik niet normaal.
Vindt u dat ze onderscheid daarin maken? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ja. Wat is de beste oplossing voor je, vindt u? Wat is het losse? Weet jij dat? Vindt ze gelijk, hè? Ja. Dus mogen andere kindjes ook blijven? Ja, van mij. Ja, natuurlijk. Ja. Die hebben er ook recht op. Ja. Als ze met z'n tweeën doen, dan moeten ze die anderen ook doen. Wat vindt u ervan dat Lily en Hoek hier mogen blijven in Nederland? Ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dan krijg je weer dat, dat de rest ook moet blijven. En dus dat wordt weer allemaal rechtszaken. Kosten. Dus ja, er zitten wel heel veel haken en ogen aan natuurlijk. Er was al een wet. En ja, die moeten ze handhaven. Dus ja. Wat vindt u ervan dat de kindjes Lily en Hoek hier mogen blijven? Fantastisch. Ja? Ja. Bent u het mee eens? Geen twijfel over mogelijk. Alle kindjes in die situaties moeten gewoon hier blijven. Maar we hebben ook meerdere kindjes die hier zijn. Nou, zeg ik. Laten komen. Ja? Blijven. Ja? Alle kindjes moeten blijven. Het is goed hier. We hebben een goed leven. En daar moeten ze allemaal van genieten. En natuurlijk ook de ouders dan. Hè? Zo denk ik erover. Ja. Kunnen we ervoor zorgen dat die al andere kindjes ook hier mogen blijven? Ja. Dan moet je toch bij de regering zijn, hoor. Dat is niet anders. Dan moet je naar Den Haag, hè. Dan moeten we zorgen dat het daar verandert. En dat ze er daar anders over gaan denken. We kunnen weinig, hè. Als mensen gewoon. We kunnen wel een mening hebben erover, zoals ik. Maar ja, wij bereiken eigenlijk niks ermee, want daar is het laatste woord. Dus maar vanuit mijn hart blijven. Wat vindt u ervan dat zij hier mogen blijven? Ik vind het prima. Ja? Ja. En alle andere kindjes dan, mogen ook, die ook blijven? Ook. Ja hoor. Dus je bent gewoon van de kindjes, zeg maar. Kinderpardon. Ja hoor. Leuk om te horen. Want ik hoorde net ook andere mevrouw zeggen van die mogen wel blijven, maar anderen niet. Ik vind eigenlijk niet kunnen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het allemaal best. Zo'n kind, die kinderen moet je niet meelopen sollen. Wat vindt u ervan dat Lily en Hoek hier mogen blijven? Voor hun vind ik het heel fijn. Maar ik vind ook dat er heel veel meer kindjes zijn. Dus waar is de grens? En dat vind ik een heel moeilijk iets. Ja, dat krijg ik net ook te horen. Hè? De mevrouw staat tegen mij, er zijn zoveel kindjes en die mogen juist hier blijven. Maar hoe zit het dan met andere kinderen? Wat vindt u daarvan? Nou, dan vind ik, ja, dan gun ik het die andere kinderen ook. Maar ja, ik weet ook dat je een grens moet trekken. En kunnen wij als de bewoners van Zuilen ook iets daaraan doen? Misschien de tijd dat ze hier zijn, het zo leuk mogelijk maken voor ze. Maar ja, als ze dan terug moeten, is het natuurlijk ook veel moeilijker voor ze. Want hebt u zelf ook kinderen? Ja, volwassen. Ja. Leuk, dankjewel voor je eerlijkheid. Is goed. Ik heb net enkele bewoners gesproken over Lily en Hoek, dat ze hier mogen blijven. Ik vind inderdaad dat het rechtssysteem één lijn moet trekken voor alle kindjes. Dit was het dan weer. Over 2 weken zijn er wij weer. Heeft u tips? Stuur het naar zuilen@unewijk.nl. Wilt u alles terugkijken? Ga naar unewijk.nl. Tot volgende keer dan.